Aan de rand van een groot bos woonde eens een knappe houthakker met zijn mooie lieve vrouw. Ze hadden twee kinderen, een jongen en een meisje, Hans en Grietje. Op een dag ging de vrouw met Grietje water halen bij de put. Omdat de vrouw een beetje duizelig was, viel ze voorover in de diepe put. De houthakker was die dag ver weg, diep het bos in. Pas 's avonds, nadat hij thuis kwam, konden de kinderen hem vertellen wat hun lieve moeder was overkomen. Wat de houthakker ook probeerde, zijn vrouw vond hij in de put niet meer terug. Omdat hij zijn kinderen goed wilde verzorgen, zocht hij een nieuwe vrouw. Hij trouwde met de tweelingzus van zijn overleden vrouw. Zij was van eenzelfde schoonheid als haar zus, maar ze was ook jaloers, gierig en egoïstisch. Daarom wilde geen man met haar trouwen. Ze was al die tijd jaloers geweest op het gezin van haar zus. Nu had ze eindelijk wat ze haar zus misgunde. Aanvankelijk ging het de familie voorspoedig. De houthakker verkocht veel hout, maar toen werd het crisis in het land en de mensen hadden geen geld meer om hout voor meubels, huizen of de haard te kopen. Alles werd heel duur in het land. De houthakker en zijn vrouw konden toen bijna geen eten meer kopen. Ze aten vooral bosbessen en af en toe een gestroopt konijn, maar op stropen stond de doodstraf. Dat was dus levensgevaarlijk. Op een avond zei de houthakker tegen zijn vrouw: "Schat, we kunnen de kinderen geen eten meer geven. Wij zullen alle vier sterven van de honger." "Weet je, schat," zei de vrouw, "laten we de kinderen morgen meenemen, heel diep het bos in. Dan maken we daar een gezellig kampvuur. En als we uitgerust zijn, gaan we bramen en bosbessen plukken. En als de kinderen uit het zicht zijn, gaan we snel naar huis en laten hen daar achter. Ze zullen de weg naar huis niet meer terug kunnen vinden. En dan zijn wij mooi van die kinderen af." "Dat kan ik niet," zei de houthakker. "Ze zullen verhongeren en opgegeten worden door de wilde dieren. Of gevangen worden door kinderlokkers. Oh, het zijn mijn kinderen. Ik hou heel veel van ze." "Dom gekkie," zei de vrouw. "We zullen hier toch wel sterven van de honger. Ik ben maar blij dat ze in het bos sneller dood zullen zijn dan hier. Bespaar hun het lange lijden. En als het weer wat beter gaat met de economie, dan maken we wel weer wat nieuwe kinderen. Ik ben nog jong." Met haar verleidelijkste blik probeerde ze haar zin door te zetten. Hans en Grietje, die van de honger niet konden slapen, hadden alles gehoord wat de stiefmoeder tegen hun vader had gezegd. Grietje was totaal overstuur en huilde. "Zusje," zei Hans, "ben niet bang. Ik zal een oplossing bedenken." Toen iedereen sliep, sloop Hans naar buiten. Het was volle maan. In het heldere maanlicht verzamelde Hans de witste kiezelstenen uit het grindpad voor het huis en stopte zijn zakken ermee vol. Daarna ging hij voldaan slapen. De volgende morgen waren de kinderen al vroeg op. Van de spanning hadden ze slecht geslapen. Toen de stiefmoeder hun kinderen aan tafel zag zitten, zei ze: "Vandaag is er geen ontbijt. Jullie krijgen alleen warm water. En we gaan straks het bos in om bosbessen en bramen te plukken. Nou, misschien vinden we ook hazelnoten en eetbare paddenstoelen. En die kunnen we dan verkopen in het dorp." De vader was stil en verdrietig. Maar de vrouw was opgewekt en zong liedjes toen ze op weg waren. Hans liep achteraan en keek telkens om. De vrouw vond dat de kinderen sneller door moesten lopen
en irriteerde zich aan Hans. Hans, wat kijk je toch telkens om? Nou, schiet nou toch eens op. Door jou duurt het allemaal veel te lang. Ik kijk naar de vlinders die overal rondfladderden. De stiefmoeder zei... Je ziet ze vliegen, kind. Dat is de ochtendzon op de bladeren. Dat zijn geen vlinders. Maar Hans had helemaal niet naar vlinders gekeken. Hij had steeds een wit steentje uit zijn zak op het bospad gegooid. De familie liep steeds verder het bos in. Ze kwamen op plekken waar de kinderen nog nooit waren geweest. Ze kwamen nu bij een groot ven in het bos. Aan de waterkant, zei de vader, hier gaan we uitrusten. Ik sprokkel wat hout en maak een vuur, zodat jullie het lekker warm krijgen. En daarna gaan we bosbessen, bramen en eetbare paddenstoelen verzamelen. Vader en de stiefmoeder hadden snel een berg rijshout verzameld. Het hout werd aangestoken en toen de vlammen gretig aan de takjes likten, werd het lekker warm bij het vuur. Hans en Grietje gingen liggen en vielen van vermoeidheid snel in een diepe slaap. De vader kreeg tranen in zijn ogen. De mooie stiefmoeder lokte hem mee het bos in. Kom, schat, het is tijd om te gaan. Omdat hij haar verleidelijke glimlach niet kon weerstaan, volgde hij haar. Toen het avond werd, verschenen er donkere wolken voor de zon en begon het flink te regenen. Het vuur was uitgegaan en de kinderen raakten doorweekt. Klappertandend probeerden ze te schuilen onder een dikke eik. Toen begon het te onweren. Bliksemschichten verlichten het donkere bos. Grietje was doodsbang en bibberde van de kou. Hans troostte haar. Wacht maar, als straks de maan opkomt, vinden we de weg naar huis weer snel terug. Als we doorlopen, worden we wel weer warm. En inderdaad, nadat de onweersbui was weggetrokken, kwam de volle maan tevoorschijn. Het bos werd sprookjesachtig verlicht. Maar toen de kinderen de witte kiezelsteentjes zochten, vonden ze die niet meer terug. Door de regen en de modder waren ze bruin geworden. Alles had dezelfde kleur gekregen. Hans zei tegen Grietje, we zullen de weg toch wel vinden. Kom, we gaan. De kinderen liepen de hele nacht door. En ook de volgende dag, van de vroege morgen tot de late avond. Gelukkig droogde de warme zon hun natte kleren, maar de weg vonden ze niet meer terug. Ze vonden wel verse hazelnoten, bramen en bosbessen waar ze zich aan te goed deden, maar geen water. Doordat ze zoveel noten hadden gegeten, kregen ze steeds meer dorst. Grietje kon er bijna niet van praten. Ook Hans had het moeilijk. Toch strompelden ze door, totdat ze een vogeltje heel mooi hoorden zingen. Het diertje lokte hen mee, nog verder het bos in. Door het gezang vergaten ze hun dorst en vermoeidheid. Het diertje vloog voor hen uit. Hans en Grietje liepen achter het vogeltje aan, totdat ze bij een huisje aankwamen. Daar ging het vogeltje op het dak zitten. Hans en Grietje zagen dat het huisje helemaal gemaakt was van snoep en koek. De ramen waren van snoeppapier, de spijlen van de ramen van dikke roze zuurstokken. De stenen waren van peperkoek en de dakpannen waren van pannenkoeken. Het rook heerlijk. Omdat ze zo'n dorst hadden, renden ze naar de waterput. Die was gevuld met verrukkelijke limonade, die smaakte naar verse aardbeien en frambozen. Nadat ze voldoende hadden gedronken, liepen ze naar het huisje. Daar gaan we heerlijk van eten, zei Hans. Grietje brak gulzig een brok van de muur. Heerlijk! Oh,
is kokoskoek. Zo lekker zoet. Hans knabbelde aan de vensterbank. Oh, dit is hartige koek. Met bospaddenstoelen. Oh, verse kaas en ham. Het was lang geleden dat ze zo heerlijk hadden gegeten en gedronken. Toen ging langzaam een luikje open van de voordeur en een bozaardig oog keek loerend naar buiten. Een krakerige stem klonk zacht en vriendelijk. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie eet daar van mijn huisje? Het is de wind die zich hier buiten bevindt, zei Hans. De kinderen aten gulzig verder. Nog nooit hadden ze zoveel verse koek en snoep ter beschikking gehad. Grietje trok een hele ruit uit het raam en deed zich te goed aan het knapperige snoeppapier dat naar rozen smaakte. Toen werden de kinderen ineens moe en slaperig. Langzaam ging de deur open en een heel mager oud vrouwtje kwam het huisje uitgeslopen. Het was een boze heks, maar dat wisten de kinderen niet. Ze liep mank en was helemaal in het zwart gekleed. Haar rug was krom met een bochel en daarbovenop zat een dikke zwarte kater. Het beest keek de kinderen met zijn intens groene ogen bozaardig aan en blies naar Hans en Grietje. De vrouw had lang, viezig, grijs haar dat in de war zat. Tussen haar kleine, rood omrande kraaloogjes stak een enorme, lange, kromme neus naar voren. Tussen haar dunne lippen staken glibberige, bruine, rotte tanden naar buiten. Op haar grote, uitstekende kin zat een waanzinnig grote, behaarde vrat. Haar perkamentachtige huid was heel erg verrimpeld. De blauwe aderen schenen er vaag doorheen als een rivierlandschap op een oude landkaart. Het oudje leunde met haar magere rimpelhanden op een vieze stok. Aan haar knokige vingers had ze lange, spitse nagels die op messen leken. Het mensje keek de kinderen allervriendelijkst aan en nodigde hen uit om binnen te komen. Jullie zullen wel heel moe zijn. Grietje zei slaperig dat ze achtergelaten waren door hun ouders. Hansje voegde eraan toe dat ze verdwaald waren. Het oudje zei... Dan wacht ik jullie nieuwe oma. Oh, ik ben zo eenzaam hier in het grote bos. Er komt hier nooit iemand. En ik heb eten genoeg. Dus kom maar snel naar binnen. Ik ben bospaddenstoelensoep met gegrilde kip aan het maken. Met warme chocolademelk toe. De kinderen waren blij dat ze een lieve oma hadden gevonden. Het mensje zag er angstwekkend uit, maar ze leek toch aardig. Behalve de zwarte kater. Na het eten werden er door de heks 2 mooie bedjes met schoon beddengoed opgemaakt. De lakens waren fris gewassen en roken naar lavendel. Met een tevreden glimlach gingen ze in het bed liggen. Zo, en nu nog een nachtkusje, zei de heks. Toen Grietje de heks een kusje op haar wang gaf, schrok ze. De heksenhuid was koud als ijs. Hansje prikte zich aan de scherpe, dikke haren op de heksenkin. De heks deed maar alsof ze een lieve oma was. Ze had het snoephuisje en de limonadeput alleen maar gebouwd om kinderen te lokken. Als ze een kind had gevangen, maakte ze het dood, braadde het in de oven en at het op. Een kinderhart gaf haar daarna haar jeugd weer terug, zodat ze weer in een mooie jonge vrouw veranderde. Haar boze kater gaf ze de kinderogen te eten.
Die veranderde daarna in haar lijfwacht. Het was een feestdag voor haar. Heksen kunnen slecht zien, maar ze kunnen, net als dieren, heel goed ruiken. Vooral mensenvlees. De heks was de volgende dag al vroeg uit de veren. Al voor het kraaien van de haan stond ze op. Hans en Grietje lagen met rode wangetjes rustig te slapen in hun warme bedjes. De heks keek tevreden naar haar dikke kater, die vanaf haar schouder meekeek. Hij gaf haar spinnend kopjes en schuurde zijn vacht langs haar dikke, scherpe kinharen. Toen rukte ze met een ferme haal de dekens van Hans. Ze greep hem met haar benige hand en trok hem uit het bedje. Hans schreeuwde van schrik en stribbelde tegen, maar de heks bleek onverwacht sterk. Grietje schrok wakker, sprong op uit haar bed en wilde Hans te hulp schieten. Maar de zwarte kater blies naar haar en slaakte daarbij zo'n ijselijke kreet dat Grietje meteen weer terug in haar bedje kroop en haar hoofd onder de dekens verborg. De heks sleepte Hans aan zijn haren mee naar buiten. Daar stond een grote houtoven, een gouden konijnenhok en een groot houten hondenhok. De heks legde Hans aan de ketting en smeet hem in het hondenhok. Ze sloot hem op achter een ijzeren hek. Hij mocht daar schreeuwen en tekeer gaan, maar dat gaf niets. Daarna strompelde ze naar Grietje. Binnensmonds mompelde ze: "Opstaan, leertred! Jij hebt mijn huisje kapot gegeten en de schade moet je terugverdienen. Werken zul je, hè?" Grietje keek als verdoofd naar de mondhoeken van de heks die naar beneden krulde en waar kleine spuugbelletjes opborrelden. De heks sloeg haar in het gezicht en dwong haar te helpen bij het bereiden van het eten voor Hans. De heks zei: "Hij is lelijk mager. Hij moet dik en vet worden. En daarna eet ik hem op. En jij zorgt ook voor het konijn. Dat moet ook lekker vet worden. Dat konijn is voor de kat. Die heeft af en toe ook behoefte aan iets hartigs." Ze lachte daarna zo lang en vals dat Grietje rilde als een rietje. Grietje begon te huilen. De heks sloeg haar met haar stok. Er zat niets anders op dan te doen wat de nare heks wilde. Grietje hielp de heks om voor haar broer het lekkerste eten te koken. Iedere morgen moest ze voor het konijn verse wortels steken in de moestuin en gras gaan plukken. Als ze daarmee klaar was, moest ze het huisje poetsen en boenen tot het glom. Ook Grietje werd vet gemest. "Als Hans mager blijft, dan heb ik altijd jou nog om aan het spit te regen." De zwarte kat op haar rug haalde uit naar de ogen van Grietje. "Mijn kat kan niet wachten om met je oogjes te spelen. Misschien lepel ik er alvast eentje uit als jij je best niet doet." Grapte ze. Het kwijl liep daarbij over haar kin en droop op haar volle borst. De kat spinde en gaf het bozaardige mens kopjes, terwijl hij Grietje in de gaten hield met zijn valse ogen. Na het avondeten ging de heks naar het hondenhok en zei: "Grietje, haal jij het konijn uit het hok. Hans, steek je vinger eens door de tralies, zodat ik kan voelen of je al lekker vet wordt. Daarna zal ik het konijn even keuren."
Marietje keek verschrikt naar haar broer en aaide het bibberende konijn dat een stokje in zijn bek hield en Grietje met grote ogen aankeek. Plotseling kreeg Grietje een idee. Ze pakte het stokje uit de bek van het konijn en verborg het in haar schort. Toen de heks weer in haar huisje was, gaf ze het stokje aan Hans. Steek dit stokje door de tralies als de heks komt voelen of je al dik bent geworden, Hans. Ze kan niet goed zien en een bril heeft ze niet. Daar is ze te edel voor. Elke avond stak Hans het stokje naar buiten. De heks verbaasde zich erover dat hij zo mager bleef. Om het konijn te helpen, legde Grietje een paar takken in het konijnenhok en daaroverheen een stuk van een oude harige wollen lap. Als de heks 's avonds het konijn kwam keuren, mompelde ze: zelfs dat konijn bleef zo mager als een hout. Je kunt de ribben voelen. Toen er 2 maanden voorbij waren en het konijn en Hans nog altijd mager bleven, werd de heks ongedurig. Ze wilde niet langer wachten om haar vroegere schoonheid in de spiegel te aanschouwen. Grietje, riep ze naar het meisje, poets de grote spiegel tot hij kristalhelder is en haal flink wat hout voor de oven. Hans en het konijn mogen dan mager zijn. Vandaag slacht ik ze en rijg ze aan het spit. De kat en ik kunnen niet langer wachten. Opschieten, ha! Als je niet doet wat ik zeg, begin ik met jou. En dan trek ik een oog uit je hoofd voor de kat. Ha! Grietje begon te huilen en te beven. Maar dat hielp niets. De heks porde Grietje met haar stok. Er zat voor Grietje niets anders op dan te gehoorzamen. Grietje opende de deur van de grote bakoven en vulde hem met dikke houtblokken. De oven was groot genoeg om eten in te bakken voor een heel weeshuis. Grietje had nog nooit zo'n grote oven gezien. Zo! Het vuur steek ik zelf wel aan, krijste de heks. Ik heb de messen en de bijl al geslepen. De kat draaide ongeduldig om de magere enkels van de heks en klaagde miauwend, terwijl hij vals naar Grietje keek. Ja, schatje, jij krijgt straks ook wat, maar eerst kom ik. En daarna krijg jij je konijn. Ga straks eerst maar eens lekker knikkeren met die 2 blauwe kijkers van dat magere joch. Dan heb je wat te doen, schatje. Ze stak het hout aan dat snel begon te branden. De vlammen likten aan het droge hout. Er ontstond een enorme hitte. De heks deinsde terug. Zo heet was het. Toen riep ze Grietje. Zo, pak jij het konijn, dan grijp ik dat magere broertje van je. Jij, Grietje, gaat me helpen bij het slachten. Grietje was verstijfd van angst. Nou, vooruit, opschieten en sluit eerst de deur van de oven voordat de hitte eruit vliegt. Ze greep Grietje bij haar polsen om haar in beweging te brengen. Nou. Zo, wat een lekkere mollige armpjes heb jij. Jij bent harder gegroeid dan Hans. Ze keek naar haar kat, die inmiddels op de bochel van de heks was gesprongen en venijnig naar Grietje blies. Hij deed met zijn poten een uithaal naar de ogen van het meisje. Grietje begreep meteen dat de heks haar op wilde eten. Op dat moment begon het konijn hard tegen de wanden van het konijnenhok te trappen. De heks en de kat werden daardoor afgeleid. Grietje kreeg plots een idee. Ze gaf de heks een flinke duw, waardoor ze samen met de valse zwarte kater de oven invloog. Snel sloot Grietje de gietijzeren deur.
Ze schoof er snel de grendel voor. De heks en de kat zetten een keel op dat het verschrikkelijk was. Vooral de kat ging enorm tekeer en krabde wild aan de ijzeren deur om te kunnen ontsnappen aan de vreselijke hitte. Maar dat was onmogelijk. Het duivelse duo werd gelouterd door de vlammenzee in de oven. Toen er geen geluid meer uit de oven kwam, klonk er een knal. Het hek van het hondenhok vloog open, evenals het konijnenhok. Wat waren de kinderen blij, ze dansten in de rondte. Toen hoorden ze een mooie, zachte meisjesstem. Bij het konijnenhok stond een meisje met lang blond haar, gehuld in prachtige kleding. Dank je wel, Grietje. Dankzij jou zijn we ontsnapt aan die heks en haar boze vriend. Ik ben een prinses. Ook ik was verdwaald en gevangen genomen door die heks. Ze toverde mij om in een konijn, zodat ik onherkenbaar was. Ze wilde mij ook opeten. De kinderen omhelsden elkaar en gingen het huis van de heks binnen. Grietje leidde hen naar de kasten die vol stonden met kostbaarheden. En de kristallen bol van de heks waarmee ze het bos in de gaten hield. Ze laden alles in een bolderkar, maakten een paar lunchpakketten en verlieten het heksenhuis. Ze keken in de kristallen bol en zagen zo hoe ze het heksenbos konden verlaten. Toen ze bekend terrein betraden, vonden Hans en Grietje de weg naar hun huis terug. Jullie mogen ook bij mij komen wonen, hoor, zei de prinses. Mijn vader, de koning, zal blij zijn als ik weer thuis ben. Ik ben zijn enig kind. Toch wilden de kinderen liever naar huis. Ze hadden heimwee. Toen ze bij het ouderlijk huis aankwamen, zagen ze dat er bloemen in de tuin groeiden. En er kringelde witte rook uit de schoorsteen. Het rook heerlijk naar appeltaart. Toen ze het tuinhek openden, ging de voordeur open. Ze konden hun ogen niet geloven. Hun lieve eigen moeder stond daar met open armen. Hans en Grietje, mijn kinderen, oh, wat ben ik blij om jullie weer terug te zien. Toen ze de prinses zag, knielde ze en maakte ze een buiging. Hoogheid, wat brengt u hier? Binnen, bij een kop dampende chocolademelk en een punt appeltaart, vertelden de kinderen hun avonturen. Ze verdeelden hun rijkdommen. De prinses wilde niets van het goud en de parels hebben. Zij was blij bevrijd te zijn van de heks en wilde snel terug naar het kasteel van haar vader, de koning. Daarna vertelde moeder haar kinderen dat haar zus, de stiefmoeder, een rijke man had leren kennen. Ze was daarom gescheiden van hun vader om met die man te kunnen trouwen. Vader was daarna van verdriet en eenzaamheid gestorven. Zijzelf had in de put een heel bijzonder avontuur beleefd. Zij was tijdens haar val in een hele vreemde, andere wereld beland. Daarover vertellen we de volgende keer.